Hoi, ik ben Lucia van Foodplaces. In deze aflevering ga ik samen met een BN'er koken. We gaan niet alleen koken, maar ook lachen, praten en genieten van het eindresultaat. Dit keer ga ik koken bij Monique Smit. Komen jullie mee naar binnen? Hey! Goedemiddag! Ik heb wat lekkers voor me meegenomen. Nou, wat leuk, kom binnen! Wat gaan we doen? Nou, we gaan een heel lekker en makkelijk gerecht maken. Vooral verrassend en smaakvol. Verrassend en smaakvol, maar ook lekker en makkelijk. En lekker, ja. Staat zo op tafel. Ik hou van makkelijk. Ja, ja. Ik heb wat ingrediënten neergelegd en ik ben benieuwd of je al een beetje kan raden wat het gaat worden. Nou, ik zie hier wel curry staan. Dat is wel een van mijn lievelingen. Ja, dat weet ik. Want dus... je lijkt al mijn currygerechten. Ja, dat klopt. Het wordt een rode curry met kip, groenten en cashewnoten. Nou, ik ben benieuwd. Monique, heb jij eigenlijk een favoriet recept? Ja, de goulas met echt vlees is natuurlijk wel het allerlekkerste. Maar dan moet je eigenlijk gewoon een hele dag in huis blijven. Ja. Maar ik moet je eerlijk bekennen, door de week is het hier toch wel een beetje net als bij ons thuis vroeger. Aardappelen met groenten. Vrijdag visdag. Ja? Nou, niet per se. Bij mijn moeder wel nog steeds. Oh, echt? Dus als mijn kinderen daar zijn en zij passen op. Ja, dan hebben ze altijd bieten met vis. Ja, zeker. Maar en jij dan? Want hoe ben jij dan gaan koken? Ik leerde bij mijn vriendin koken. Tenminste, die kon het al en ik kon niks. Ik kon helemaal niet koken? Ik kon niks. 0,000. En hoe lang is dat geleden? Ik denk 3 jaar geleden. Tenminste, toen corona begon. En toen bakte hij alleen een eitje? Nee, ook niet. Ook niet? Dat lukte niet. Dus er is hoop voor alle mensen. Maar toen zag je je vriendin koken en toen dacht je, dit wil ik ook. Ja, die maakte vaak risotto. En dan nodigde ze mij uit, dan zegt ze, nou, we gaan samen risotto maken. Ik zei, ja, is goed, jij maakt het, ik eet het op. Maar je kookt het dus nooit, toen ben je tijdens corona, iedereen verveelde zich, ben je lekker gaan koken? Nou, toen begon ik eigenlijk de eerste week corona met het maken van de taart. De barren gingen dicht en ik dacht, wat moet ik nu doen? Ja. Dus toen smeerde ik de taart maken en dat is nooit eerder gelukt. Het was gewoon een taart met chocolade op en dat vond ik geweldig, zo mooi. Ja. Maar het lukt wel. Wat gaan we doen? We gaan eerst de boter laten smelten. Dan gaan we de kip bakken, de kip daar weer uithalen en dan de knoflook, ui, gember, gesneden paprika en prei bakken. En vervolgens de kokosmelk, de kruiden erbij, kookroom en alles laten pruttelen. En jullie gebruiken, of jij gebruikt ook gewoon lekker roomboter? Ja, tuurlijk. Oké. Veel lekkerder. Ja. Nou, Monique, de kip is klaar. Die mag hierin. Die gaat hierin en ik laat de boter zitten. En het vet van de kip zitten. Oké, maar dan ga je dan de groenten inbakken. Hier gaan we zo meteen de groenten, de knoflook, de ui en de gember inbakken. Gaan we het lekker lang laten pruttelen. Was jij wel altijd al een makkelijke eter als kind? Ja, ja. Mijn vader en moeder zullen zeggen niet altijd, maar ik lust al vanaf jongs af aan haring, paella met gamba's. Alleen niet veel groenten. Tenminste, nu gooi ik er even doorheen. Ja, gewoon geprakte groenten met aardappelen. Bieten met aardappelen moet je mij niet geven. Nee? Nee. Ja, ik laat het nu even kort pruttelen en zo meteen gaan er nog meer kruiden bij. En de kip gaat er weer bij. En welke kruiden ga je er nog bij gooien dan? Curry madras van Johnny Boer. Een beetje chilipoeder, een beetje paprikapoeder, nog meer peper en zout. En dat was het. Nou, de cashewnoten zitten erin, de kip zit erin. Dit laten we een kwartiertje, 20 minuten pruttelen. En dan gaan we verder met de dip voor het brood. Ja, zal ik de oven aanzetten dan? Ja, is goed. Dat was iets lager, hè? Sorry. Hoe ben je eigenlijk bij de naam Foodplaces gekomen? Ik deelde al restaurants in plaats van recepten. Eigenlijk Foodplaces, de naam van restaurants. Meen in andere landen en ja, in hele dat zou ik er zeker bij halen als ik jou was. Ja, doe ik ook. Ja, ja. Je kan het proeven. Ja. Lekker. Lekker? Ja, en lekker veel kaas. Ik heb hier de 4 naambroden en de oven is al aan het volgewarmen. Ik ga ze even afbakken. Nou Monique, alles staat te pruttelen. Dit laten we even staan, het zit in de oven. Ja. Maar vertel eens over je zwangerschap. Wat hoeveel weken ben je nu? Ja, we zijn ruim over de helft al. Ja. En vertel eens over je cravings. Ja. Nou, zijn gekke dingen? Broodjes kroket. Het liefst elke dag. Echt? Ja, kan natuurlijk niet, maar het zou wel lekker zijn. Gisteren zat ik nog aan een bakje vanillevla met slagroom. Ja, dat zag ik. Ja, lekker. Nou ja, dat soort dingen. Nou, we gaan het nu even allemaal opmaken. En ik vind dat je dat altijd het allerleukste doet op Instagram. Ja?
Ja, je hebt altijd van die gezellige borden met bloemetjes. Monique, je bent ook nog erg veel aan het werk, zie ik op je Instagram. Ja. En heb je nog veel theatershows? Nee, de theatershows die hebben we nu afgerond. Ja? 35 gedaan. Ja. Volgend jaar gaan we ook nog door met deze show. En dan is het de bedoeling dat we 2024-2025 opnieuw de theaters in gaan met nieuwe show, nieuwe liedjes. En dan misschien wel 40 tot 50 theaters gaan doen. En dan nog los van mijn losse optredens in de feesttenten. En ja, ik heb nog wel ergens verlof. Nou, leuk. Ja. Spannend. En anders bel ik jou op als ik geen tijd heb. Ja, dat is altijd goed. Zo, een beetje peterselie hierop. Hey, wat ruik ik allemaal? Hey, dat is een visbuur. Ja, goed, deze zit hier koken. Kom maar in. Nou, hij is geslaagd. Ik denk het wel. Zullen we gaan zitten? Wel. Nou. Nou, bedankt allemaal. En eet smakelijk. Ik ga er weer vandoor. Nou, jij heel erg bedankt. Ja, alsjeblieft. Ja. Geniet ervan. Oh, jongens, eet smakelijk. Ja, dat komt goed. Absoluut.